moeten kinderen hun moeder en vaders achternaam hebben? Ja, dat is me net dus ook gevraagd. En ja, ik vind van wel. Ja, want dan is duidelijk van wie je de van wie je bent. Dus welke papa en mama je hebt. Oh jeetje. Ik ben het er niet mee eens. Waarom bent u er niet? Ik denk dat het heel veel verwarring gaat brengen. Weet je, het is al zo oud dat we allemaal de achternaam van een vader hebben. En het moet zo blijven. Ik denk dat het heel veel verwarring gaat brengen. Ja? Waarom vindt u dat? Omdat tegenwoordig steeds minder mensen getrouwd zijn. Dus de moeder dan niet de achternaam van de vader hebt. Om het gezin dan compleet te maken, is het leuk als het kind zowel naar de vader als naar de moeder genoemd wordt, denk ik. Of ik het ermee eens ben. Ja. In de zin van dat als je kind krijgt dat ze dezelfde achternaam hebben. Ja, ik vind op zich wel, moet dat kunnen. Als mensen daarvoor kiezen, vind ik dat oké. Ja, mijn kinderen hebben het zelf niet. Die hebben alleen de naam van hun papa. Maar ik vind als ouders daarvoor kiezen, ja, vind ik absoluut dat dat moet kunnen. Ik wel. Bedankt voor de interview.